Vrijdag 29 november, dit is U Vandaag. Crisis door bezuinigingen bij zorginstelling Altrecht. Franse journalisten verkennen Utrechtse Tour. En het is de hoogste kerstboom ter wereld. Maar hoe krijg je alle lampjes op zijn plek? Goedenavond. Goedenavond. Bezuinigingen, massa-ontslagen en nu ook nog eens twee directeuren op non-actief. Het is chaos bij zorginstelling Altrecht. Martin de Wit zit op de redactie. Martin, ja, hoe erg is het daar eigenlijk? Ja, toch best wel erg, denk ik. Als directeuren de laan uitvliegen en ik merk bij het personeel boosheid en angst, dan kom je toch wel tot het besef dat dit niet heel lang meer door kan gaan zo. Oké, straks meer nieuws, Martin. Nu eerst ander nieuws van vandaag. De mislukte drugsdeal waarbij vorig jaar op de Falklanddreef in Utrecht een dode viel, vond plaats in de woning van PvdA-raadslid Bushra Dibi. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Utrecht. Dibi was toen zelf op vakantie. Een familielid dat betrokken was bij de drugsdeal had een sleutel van haar huis. Dibi is geschokt en heeft het contact met hem verbroken. Dinsdag dient het hoger beroep in deze zaak. Mali gaat helpen bij het terugvinden van de ontvoerde Sjaak Rijken uit Woerden. Dat heeft de president van het Afrikaanse land aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken beloofd. De Woerdenaar werd tijdens een vakantie in Mali door Al-Qaeda uit een restaurant ontvoerd. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. FC Utrecht moet het morgenavond tegen Heracles ook zonder Tagagi doen. De Japanner heeft tijdens een training zijn hamstring verrekt. Eduard Duplan neemt zijn plek in. Ook middenvelder Ayoub heeft een lichte blessure. Maar hij is er waarschijnlijk wel bij tegen Heracles. De enige Utrechtse voetbalclub die ooit kampioen van Nederland werd, heeft een eigen monument. Bij stadion Galgenwaard staat een plaquette van het elftal van DOS. Het monument werd gisteravond onthuld ter ere van het kampioenschap van DOS in 1958. Bij de onthulling waren 6 oudspelers van het kampioenschapselftal aanwezig. Het is crisis bij zorginstelling Altrecht. Ruzie over bezuinigingen heeft nu 2 directeuren hun baan gekost. Met een stevige reorganisatie op komst is het al maanden onrustig bij Altrecht. De 2 directeuren zijn tegen die reorganisatie. Nu het bestuur ze op non-actief heeft gesteld, is er grote onrust onder het personeel. Verslaggever Martin de Wit zit op onze redactie. Martin, jij hebt vandaag met wat werknemers gesproken daar. Hoe is de sfeer? Ja, echt heel erg slecht. Ik heb verschillende mensen gesproken, waaronder mensen die al tientallen jaren werken. En die zeggen, het is eigenlijk nog nooit zo erg geweest. Ik heb ook het intranet van Altrecht even kunnen inzien. Daar kunnen medewerkers reageren. En er zijn echt tientallen reacties binnengekomen. En dan draait het allemaal om zorg om de kwaliteit van de zorg die Altrecht levert. Maar ook wantrouwen naar die raad van bestuur die verantwoordelijk is voor het vertrek van die 2 directeuren. Aan dit gebouw kun je zien wat er eigenlijk in de psychiatrie gebeurd is in de afgelopen 100 jaar. Dit warme, positieve filmpje werd kort geleden nog gemaakt, toen Andrea van der Meer genomineerd werd als zorgmanager van het jaar 2012. Wat je wel eens ziet bij directieleden is dat zij soms of de zakelijke kant heel goed doen, of de people manager zijn. En wat ik zo bijzonder vind aan Andrea is dat ze allebei heel erg in zich heeft. En nu ligt Andrea van der Meer eruit, net als psychiaterdirecteur Tom Kuipers. Een verschil van inzicht is de aanleiding, schrijft de Raad van Bestuur. Alles wijst erop dat het conflict gaat over de op handen zijnde reorganisatie. Een reorganisatie die al maanden voor onrust zorgt. Begin oktober reageerde bestuursvoorzitter Roxanne Vernimmen nog op de onrust. Dus ik snap eigenlijk ook wel de boosheid. En Richard Jans en ik staan daarvoor. Dus dat mogen ze doen natuurlijk. De gevoelens zijn er. En dan heb ik het liever dat mensen het gewoon tegen ons zeggen. Maar vandaag wil het bestuur niets kwijt over de zaak. Volgens een woordvoerder is dat op dit moment niet gepast. Terug naar Martin de Wit op de redactie. Ja, Martin, je vertelde net al even, je hebt contact gehad met het personeel, maar je hebt nog meer mensen gesproken. Wie zijn dat precies? Nou, ik heb alle kanten contacten proberen te leggen. Ondernemingsraad, daar zou je van verwachten dat die op de bres springen op zo'n moment. Daar heb ik uiteindelijk alleen een mailtje van gekregen met de mededeling dat ze geen commentaar geven. De cliëntenraad, die staan er voor de cliënten. Je zou verwachten dat die redelijk onafhankelijk kunnen spreken op dit moment. Toen ik de voorzitter belde en hij doorkreeg dat ik van RTV Utrecht was, toen zei hij, ja, ik werk hier niet aan mee, ik zeg niks. En hij hing direct de telefoon op. En dan heb je nog de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht moet de Raad van Bestuur in de gaten houden. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vertrek van die 2 directeuren. Het enige wat ik vanaf die kant meekrijg is dat zij maandag overleg hebben over de ontstaande situatie. Maar hoe denk jij eigenlijk zelf dat het verder gaat?
komende week, dat wordt een hele belangrijke week. Er staan allerlei overleggen gepland. Die zijn vandaag ook aangekondigd bij het personeel. Dat teamleiders, de overgebleven divisiedirecteuren, dat die allemaal, dat er met ze besproken wordt hoe het verder moet. Nou, die Raad van Toezicht heeft dus een overleg. Ik denk dat het zich allemaal gaat concentreren op komende week. En dat dan duidelijk zal worden hoe het verder moet met Altrecht. Dat blijven we in de gaten houden. Martin de Wit, dank voor je uitleg. Het nieuws van de toerstart in Utrecht is nog lang niet voorbij. Vandaag hebben Franse journalisten de route verkend. Maar het begon natuurlijk allemaal gisteren. Toen maakten burgemeester Wolfsen en toerbaas Prudhomme bekend over welk parcours de renners in 2015 gaan rijden. De Utrechtse binnenstad was omgetoverd in een tourdecor, compleet met een gele loper. Hoogtepunt was het spannende openingsspektakel rondom de Domtoren. Honderden mensen zagen hoe deze waaghals op zijn racefiets van de Dom afgleed. Spectaculaire beelden waren dat. Dat deed hij hartstikke goed. Ja. Ik vind het dan weer mooi om naar te kijken. Maar vandaag kreeg de Franse pers een rondleiding door Utrecht. Met een bus reden ze langs de belangrijkste plekken in de stad. Het is nog vroeg, maar de Tour de France caravaan is al op pad. Vandaag krijgen de Franse gasten een rondleiding door Utrecht. We will today inform you on the stage of the first day. De eerste stop is de jaarbeurs. Achter het handelsgebouw vindt natuurlijk de tourstart plaats. Maar hier in de jaarbeurs zitten straks ook honderden journalisten in een volledig ingericht perscentrum. Dan snel weer terug de bus in, want er staat nog meer op het programma. Ze willen ook het parcours en de renners natuurlijk goed in beeld brengen. Ja, dat doe je toch het beste door gewoon even met zo'n bus door de stad te rijden. Straks ook even met de boot nog gaan we rond. Ja, en dan zo leer je de stad nog beter kennen en het parcours ook nog beter kennen. En dan is het tijd om de boot in te stappen voor een tochtje over de Utrechtse grachten. Zo krijgen de journalisten een mooi beeld van de historische binnenstad. De Fransen zijn zeer enthousiast. Ook oud-tourwinnaar Jan Jansen is blij met de route. Niet gevaarlijk. Ze kunnen overal met 50 kilometer door de bochten rijden. Ze zullen de witte strepen in de bochten zullen ze weg moeten halen, maar dat is een futiliteit. Maar voor de rest via de busbaan. Ja, fantastisch tijdritje. Na de boottocht beklimt het gezelschap de Dom. Want van boven is de stad natuurlijk helemaal prachtig. En dat vindt ook deze Franse journalist. C'est une très grande surprise. C'est ce qu'on disait. Nous, en France, on connaît Amsterdam, Rotterdam, mais on connaît pas du tout Utrecht. Et c'est une très agréable surprise. C'est une très belle ville, avec de l'histoire, c'est important, avec les canaux, ça c'est très original. Et puis on sent qu'ici c'est une ville de cyclisme. Nou, dan worden we mooi de hemel ingeprezen. Na bezoek aan de Dom hebben die journalisten trouwens ook nog rondgekeken in het Spoorwegmuseum. Zometeen triest nieuws over hondje Senna. En met knikkende knieën de hoogste kerstboom ter wereld optuigen. Het is vrijdag, dus hebben we het over cultuur met onze vaste cultuurdeskundige Dirk-Jan Haspels. Welkom. Ja, de Tour die komt naar Utrecht. Dat lijkt ons een sportief feestje. Maar jij ziet ook nog wel mogelijkheden in de kunst, hè? Nou, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over de sport en er wordt veel gesproken over de ondernemers. Maar ik denk dat het voor heel veel culturele instellingen een geweldige kans is om mensen naar binnen te halen. Er komen in die periode ongeveer een kleine 900.000 mensen wordt nu opgegokt in die week. Ja, lekker, daar hè? Kan je veel leuke dingen mee doen. En de culturele instellingen die er zijn, hebben heel vaak ook in hun depots, denk ik wel, plekken en spulletjes liggen die ze zou kunnen gebruiken voor tijdelijke tentoonstellingen, tijdelijke evenementjes. Wat leuk is dat het is natuurlijk niet de eerste keer dat Utrecht heeft geprobeerd de Tour naar binnen te halen. In 2007 is dat al geprobeerd. En ik werkte toen zelf in Museum Speelklok. Heb toen zelf ook Prudhomme mogen ontvangen daar. En wij hadden uit ons eigen depot een heel belachelijk collectiestuk opgevist. Een fietsend aapje. Ook. Ja. Laten we eens kijken. Nou ja. Wat is zo bijzonder aan dit? Nou, er is helemaal niks bijzonder aan. Het grappige is alleen dat het natuurlijk een beetje refereert aan de Tour de France, althans aan fietsen. En het was blijkbaar niet genoeg om Prudhomme toen al over te halen, want het is toen dus niet gelukt. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel spullen in depot die je kan aanwenden voor een speciale collectie of voor een speciale tentoonstelling. Ja, nu de bekende zanger in Utrecht, in Soest wonen volgens mij Herman van Veen. Die wil iets bijzonders gaan doen met kinderen, begeleiden van jongeren. Doet hij al heel erg lang, maar anderhalf jaar geleden heeft hij met zijn bedrijf een landgoed gekocht, de Palts in Soesterberg. Een villa die nog opgeknapt moet worden, maar waar al wel het een en ander kan gebeuren. En met enige regelmaat, zelfs ongeveer 100 keer per jaar, organiseren ze daar
bijeenkomsten waar jonge kunstenaars, jonge makers kunnen laten zien wat ze kunnen. En eens in zoveel tijd is Herman daar zelf ook bij en laat hij daar dingen zien en laat hij daar mensen genieten. Aanstaande zondag is zo'n dag, volgende week zondag is weer zo'n dag. Mensen kunnen daar gaan kijken en kunnen daar dus met nieuwe dingen kennis maken, maar ook Herman van Veen af en toe zelf zien optreden. Tot slot heb je nog een tip voor dit weekend, want er is een voorstelling met bijbelverhalen. Dan zou je denken, ja, de meeste bijbelverhalen die kennen we al een klein beetje, maar waarom zouden we er toch heen moeten? Nou, blijkbaar niet. Aluin is een theatergezelschap uit Utrecht. Die maken oersterke verhalen, is hun verhaal. En zij hebben bedacht dat vanwege de ontkerkelijking in Nederland het toch wel heel erg leuk is om iets meer van de kerk en de verhalen te kennen. En ze hebben het Oude Testament in een nieuwe vertaling hebben ze een toneelstuk van gemaakt. Dat heet Ken je Klassiekers 2. Het eerste Ken je Klassiekers, dat was gebaseerd op oude toneelstukken. Mm. Hier kan je in een uur tijd een beetje basis meekrijgen van wat er in de Bijbel gebeurt. Maar dan op een hele luchtige, leuke, dramatische, maar ook heel vaak lacherige manier. En we hebben een fragmentje van. Laten we heel even kijken daarna. Ja. Hak het levende kind in tweeën. Geef een ieder de helft. Nee, Heer, ik smeek u, alstublieft. Geef het kind een haar, maar dood het alstublieft niet. Nou, dat ziet er leuk uit. En in een uur krijg je dus een beetje helemaal mee wat de belangrijkste bijbelverhalen zijn. De 10 belangrijkste verhalen uit het Oude Testament. Ben jij er wel zelf wel eens bij geweest? Het is vanavond de première, dus ik nog niet. Nee, ben je erbij? Prima. Ik ga er wel heen, zeker. Ja. Nou, wie weet horen we daar volgende week dan nog wat over hoe het is geweest. Dirk-Jan Haspels, dank je wel weer voor je komst. Dank je. Droevig nieuws over het vermiste hondje Senna. De 4-jarige Jack Russell is doodgevonden bij het tankstation langs de A27 bij Nieuwegein. Het beestje was daar vlak langs de snelweg begraven. Ja, haar bezorgde baasjes waren al de hele week op zoek. Ze kregen hulp van familie en bezorgde Nieuwegeiners. En na onze uitzending gisteren hier op RTV Utrecht kregen we de tip met dit slechte nieuws. Jos en Anita waren op weg naar huis toen ze stopten bij een wegrestaurant. Hun hondje Senna lieten ze in de auto. Maandagavond waren wij op doorreis van Friesland terug naar huis in de buurt van Eindhoven. Wij zijn even gestopt om een hapje te eten. We waren circa 25 minuten binnen bij de Burger King. Kwamen weer naar buiten, beide autoruiten ingeslagen en alle spullen weg. En dat is nog het minst erge, maar ons hondje Senna was spoorloos verdwenen. De hond is waarschijnlijk geschrokken van de autokraker, door het kapotte raam naar buiten gesprongen en gevlucht. Senna was voor ons, net als een kind misschien voor iemand anders is, was voor ons echt alles. Ze reisde overal mee naartoe waar wij naartoe gingen en ze was voor ons echt alles. Daarom doet het ook zo verschrikkelijk veel pijn. Josh en Anita gaan op zoek naar een oogappel. Wij wisten aanvankelijk niet of ze gestolen was of meegenomen. We hebben gelijk de politie gebeld en alles afgezocht om haar toch nog te kunnen vinden. Ze krijgen daarbij heel veel hulp van Nieuwegeiners. Ook hun familie komt naar Nieuwegein om te zoeken. En de media besteedt uitgebreid aandacht aan de vermissing. Sinds maandag zijn wij alleen maar op zoek geweest. Gelukkig via social media, de pers, RTV Utrecht en andere mensen die geholpen hebben. Heel veel vrijwilligers, familie over zijn gekomen. Hebben wij alleen maar gezocht en gezocht en gezocht. En eigenlijk behalve de politie hebben wij allemaal alleen maar gezocht. Vanmorgen kwam er een tip dat iemand een hondje had begraven in de buurt van het wegrestaurant. Het hondje is waarschijnlijk maandag al aangereden en gisteren door een voorbijganger begraven. Josh is niet blij met die actie van een onbekende. Buiten het feit dat het niet mag zomaar een dier begraven, is het absoluut verstandig om of naar AMIVEDI of de politie of het dierenarts, breng ergens het dier wat je gevonden hebt naartoe of meld het. Daardoor kan een chip gelezen worden en weten mensen waar ze aan toe zijn. Anita is behoorlijk verdrietig door het verlies van haar hondje. Het beestje is inmiddels gecremeerd. Ja, en de politie heeft afgelopen maandag ook intensief gezocht naar Senna, maar toen dus nog zonder resultaat. We gaan verder met Utrechtse verhalen uit andere media. Ja, het kwik is nog ruim boven nul, maar toch wordt er op Twitter al volop gesproken over een eventuele Elfstedentocht. Want als hij er dit jaar komt, dan weten al een paar geluksvogels nu al dat ze daarbij zijn. Op Twitter zien we dat de startbewijzen inmiddels binnen zijn. De euforie op het sociale medium is groot. Maar nu moet alleen natuurlijk nog dat weer meewerken. Er is goed nieuws, want paragnosten voorspellen dit jaar de strengste winter aller tijden. Ja, al geloof je ze meestal niet. Nu is men dan er toch wel van overtuigd dat een paar weken vorst haalbaar moet zijn.
Maar ik denk dat we toch nog even de professionele weermannen en weervrouwen moeten afwachten. Wat jij? Ja, en straks hebben wij ook het weer, dus blijf lekker kijken. Want de temperaturen gaan wel iets omlaag. Dat zo. Dan de Utrechtse wietsaus voor op de patat. Die gaat nu ook naar het buitenland. In de Telegraaf lezen we dat ze over de grens nu ook weten dat je helemaal niet stoned wordt van het sausje. De wietsaus van Manneke Pis in Utrecht is binnenkort verkrijgbaar in Duitsland, België, Zwitserland en waarschijnlijk ook in Amerika. De eigenaar van de frietsaus is zelfs te zien op de buitenlandse tv om reclame te maken voor zijn saus. Ik weet het niet. Vind jij het lekker, denk je? Nou, ik wil het wel eens proberen. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar jij, denk ik, mayo's, hoor ik nu. Patatje met mayonaise, vind ik veel lekkerder. Een bijzondere Utrechtse gift in het RTL-programma Geen Cent te Makken van Geer en Goor. Vondige groet Patricia Trapman uit Oudijk. Wat ontzettend lief. Ja, de jongens die samelen dus geld in voor een feestavond voor ouderen. Ze hebben ook al een heleboel binnen. En nu dus ook een briefje van 50 euro van, u hoorde het net al, Patricia Trapman uit Oudijk. En ze schreef dat Geer en Goor daar maar een kopje koffie van moesten gaan drinken of een bloemetje kunnen kopen. Nou ja, ik denk, het werd ook al een beetje getipt, dat ze het waarschijnlijk toch wel aan het ouderenfonds gaan geven. Patricia Trapman, hè? Nou, hij trapte meteen die tafel in elkaar, zag je dat? Nou, daar kan het geld voor gebruikt worden. Moet je zelf maar weten. Willem-Alexander is nu ruim een half jaar koning en daarom hangt zijn statieportret inmiddels in de meeste gemeentehuizen. Ook in Zeist, maar daar willen ze er nog veel meer. Ja, en dus hebben ze een aantal kunstenaars gevraagd om een creatieve afbeelding van onze koning te maken. Een van die kunstenaars is Marjolein Witte en zij maakt een grafisch ontwerp van Willem-Alexander. En nu wilde er meer van zien, dus zij is vandaag de keuze van de kijker. Liters verf mengt Marjolein voor haar portret van Willem-Alexander. Vandaag een pot voor zijn gezicht. In eerste instantie had ik bedacht om hem biggetjes roze te maken. Want stiekem moest Marjolein daar meteen aan denken bij de koning. Een big. Hij is een beetje bollig. De opdracht van de gemeente Zeist is niet makkelijk. Het portret moet aan allerlei regels voldoen. Hij moet stijlvol zijn en representatief. Ja, het is best saai. Ja. Ja, het leukste als kunstenaar is natuurlijk als je gewoon niet aan regels hoeft te voldoen en helemaal los kan gaan. Maar misschien zijn die regels voor onze koning wel goed, want zonder die regels... Ik denk dat ik hem dan nog iets extremer als een grijnzende big had afgeschilderd. Maar alle gekheid op een stokje. Uiteraard heeft Marjolein zich serieus voorbereid voor deze unieke opdracht. Nou, ik heb heel lang gezocht naar een goede foto van hem. Dat was al heel moeilijk. En deze vond ik leuk omdat hij hier heel spontaan eigenlijk op lacht. En zo hoopt Marjolein dat onze koning binnenkort in de raadzaal van Zeist komt te hangen. Ja, lijkt me heerlijk als hij daar lekker door de raadzaal kan grijnzen. Over 2 maanden kunt u het schilderij in zijn geheel zien. Nu moet het natuurlijk nog even een verrassing blijven. Maar we hebben al wel een klein beetje gezien en vooral de ogen. Half januari volgend jaar, dan moeten al die koningsportretten van de in totaal 7 deelnemende kunstenaars klaar zijn. En dan komt er een expositie in Zeist. Gaan wij naar de keuzes voor aanstaande maandag. Marie, die hebben dit keer allemaal te maken met Sinterklaas, hè? Jazeker, want volgende week dan is het weer zover, Sinterklaas. De Zwarte Pieter kwestie lijkt iets wat te verstommen. Nu dus echt op voor het Sinterklaasfeest. We kunnen onze verslaggever naar 3 locaties sturen. Allereerst naar Zeist. Daar krijgen basisschoolkinderen een rondleiding door Slot Zeist. En het bijzondere daarvan is dat Sint en Pieter logeren. En dat is leuk natuurlijk om een keer daar getuige van te zijn. Maar we kunnen ook naar Wijk bij Duurstede. Bakkerij Lakerveld heeft namelijk een geheim recept voor het maken van pepernoten. We zijn uitgenodigd in de bakkerij en met een beetje geluk krijgen we ook nog een inkijkje in dat geheime recept. Ja, en wat is een Sinterklaasfeest nou zonder cadeautjes? En die moeten natuurlijk ingepakt worden. Nou, dat kan op een simpele manier met een simpel papiertje, maar je kunt er ook een waar kunstwerk van maken. Ingrid Kroesen die geeft tips om het cadeautje er nog leuker uit te laten zien. Dus het logeeradres van Sint en Piet, pepernoten maken of cadeaus inpakken. Stem op onze site rtvutrecht.nl en doe dat voor maandagochtend 9 uur. Ja, heel de provincie is bezig met Sinterklaas, maar in IJsselstein zijn ze al begonnen met het optuigen van de kerstboom. En niet zomaar één, de zendmast met zijn ruim 350 meter is straks weer de hoogste kerstboom ter wereld. De monteurs hebben gelukkig geen hoogtevrees, want zij klommen vandaag de toren in om de ruim 100 lichtjes op te hangen. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
IJsselstein is al helemaal in de kerststemming. Ja, dat raak je wel, hè? Door deze grootste kerstboom van de wereld die we nu aan het bouwen zijn. Dan gaat het vanzelf komen. Ook dit jaar hangen er weer lampjes in het hoogste punt van het land. En door de gunstige weersomstandigheden zijn de mannen al bijna klaar. We zijn nu bezig met de laatste lampenstreng erin aan het trekken, zeg maar. Dat is vrijwel gebeurd. En vanavond, of vannacht beter gezegd, dan wordt het toplicht geplaatst. En dan is de kerstboom eigenlijk klaar. Klaar om ontstoken te worden. Dus eigenlijk is de boom vannacht al klaar om te stralen in een groot gedeelte van onze regio. Dat geeft toch een trots gevoel. Je hebt eraan meegewerkt. We vinden het heel leuk werk om te doen. Nog even wachten tot 7 december. Dan gaat de mast weer aan en ziet hij er zo uit. Nou, mooi, zo begin je het wel weer te voelen. Zo is het. Volgende week zaterdag dus. Dan gaan die lichtjes in de hoogste boom ter wereld aan. En wie gaat dat doen? Nou, dat is niemand minder dan Wolter Kroes. Zoals beloofd gaan we naar het weer. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Er valt soms nog wel een buitje en de temperatuur daalt tot zo'n 4 graden. Ook morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Bij een zwakke noordwestenwind wordt het maximaal 9 graden. Zondag en de dagen daarna is het weer ongeveer hetzelfde. Bewolkt met temperaturen van rond de 9 graden. En later in de week gaat het weer steeds iets verder omlaag. Nou, dat is spannend, hè, voor die Elfstedentocht. Ja. Dit was het u vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website of op onze app. En wij zijn er morgen weer met het weekoverzicht. En vanaf 5 uur met het laatste nieuws uit de regio. Wat ons betreft heel graag tot dan, hè. Fijn weekend. Dag. Dag.